Ik ga starten met jullie te verwelkomen. Goedemorgen allemaal, welkom bij het zesde Leren Innovatienetwerk. En het thema is, zoals altijd, ja, hoe kun je de gezondheid stimuleren van mensen in kwetsbare situatie met gebruik maken van e-health en een integrale wijkaanpak. En vandaag staat centrale thema de SROI, dat is een kostenbatenanalyse die we bij vier van de initiatiefnemers, vier van de pilots, hebben gemaakt. We gaan deze bijeenkomst opnemen, zoals we de anderen ook hebben gedaan. Dus als je dat vervelend vindt, zeg van ik hoef niet in beeld, dan vragen we je gewoon je camera uit te zetten. En ik zal het programma even toelichten. We gaan beginnen met een toelichting door Pim Ketelaar, het directeur, programmadirecteur bij Vita Valley. Van wat is nou eigenlijk die methodiek van SROI? En dan een toelichting op, hij laat zien, hij maakt een samenvatting van, heeft een samenvatting gemaakt van de vier SROI's die we gemaakt hebben. En wat zijn daar de verbanden dan tussen? Wat is het effect van zo'n SROI-workshop? Daar gaan we daarna op in. Wat is het effect van de deelnemers? Er zijn ook een aantal deelnemers natuurlijk aanwezig. Niet alleen de initiatiefnemers, maar ik zie meer mensen die hebben meegewerkt aan het maken van een SROI. Dus dan is het aardig om terug te horen van wat heeft dat nou voor effect gehad? Wat heeft het opgeleverd, gebracht? Wat heb je ervan geleerd? En wat is de meerwaarde ervan? Aan het eind van zo'n ronde ongeveer kwart voor willen we ook iets vertellen over het vervolg van dit leernetwerk. Want het is het laatste van dit jaar. Maar we hebben een modus gevonden om toch nog door te kunnen gaan tot 2024 zelfs. Dus we gaan daar straks ook nog iets over vertellen. Rond 12 uur sluiten we af. Pim, ik denk dat ik eigenlijk al kan beginnen met jou uit te nodigen om iets te delen. Ik kan nog vertellen, als je vragen hebt, zet ze alsjeblieft in de chat. En dan komen we daar in de loop van het leernetwerk op terug. Ga je gelijk met slides beginnen of ga je vooraf nog iets doen? Ja, ik zal zo mijn slides delen. Dankjewel, Evelien. Goedemorgen allemaal. Een aantal bekende namen, ook een aantal nieuwe namen voor mij. Ik ben Pim Ketelaar, zoals Evelien al zei. Ik collega van Evelien en van Maarten, werk bij Vita Valley. En wij werken veel met de methode Social Return on Investment. Om inderdaad de impact van datgene wat je aan het doen bent, om dat in kaart te brengen. Ik zie overigens in de chat dat een aantal mensen geen geluid hebben, maar dat zit inderdaad links onderin. Ik kom tot jullie vanuit een nogal grijzige Nijmegen, vanuit mijn keukentafel. Wat ik ga doen is even kort, voor degenen die daar misschien nog niet helemaal in bijgepraat zijn, jullie iets vertellen over de methode Social Return on Investment. En dan op hoofdlijnen de vier Social Return on Investment analyses die we hebben gemaakt. Met een aantal van de projecten in het veld, om die toe te lichten. En vervolgens met elkaar in gesprek en ook met de projectleiders al daar, van joh, wat levert dit nou op aan inzichten en wat betekent dit nou voor de vervolgstappen? Dus dat gaan we doen. Gezien de grootte van de groep is het denk ik het handigste om inderdaad de vragen of in de chat of even je handje op te steken. Ik zie overigens jullie niet, dus Evelien, als je dat even in de gaten houdt, heel graag een break in als dat nodig is, Evelien. Ja, prima, tuurlijk. Ja. All right, dan ga ik nu mijn scherm delen. Dat is altijd ook weer een test voor mijn digitale vaardigheden. Zien jullie dit? Dan ga ik nog in de presentatiestand zetten. Nou, dat is helemaal spannend altijd. Nou, waar gaat het over? Het gaat over het meten van maatschappelijke impact. Wie wil dat nou niet, hè? Wie wil er geen impact maken? We zijn allemaal bezig met purpose en impact. Maar dan, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat nou met elkaar in kaart brengen? Dit soort dingen herkennen jullie misschien ook wel, hè? Dit is wat je heel veel terugvindt in beleidsstukken. Dan gaat het over value-based healthcare of waardegedreven zorg, zinnige en zuinige zorg. Over de juiste zorg op de juiste plek. Over digitale transformatie die daarvoor nodig is. De laatste, 2040, levensverwachting plus 5 jaar gezondheidsverschillen min 30%, is ook de doelstelling, een van de metadoelstellingen van de topsector life sciences en health. Dit soort dingen zijn ook
op het hoogste niveau in politieke partijprogramma's terug te vinden. Maar ook in de beleidsstukken misschien van jullie organisaties, van de zorg- of welzijnsorganisaties of van gemeentes. Herkenbaar, denk ik. Hè? En hoe dan? Hier ligt dan echt de vraag achter van wat ga je dan doen? En zijn we het eens over al deze termen die hier staan? Wat is dan waardevol en wat is dan zinnig? En hoe meten we dan ook bijvoorbeeld het terugdringen van die gezondheidsverschillen? En specifiek ten aanzien van digitale zorg, e-health. Ik loop zelf ook al wat langer rond in de wereld, de wonderenwereld van digitale zorg en e-health. Geldt voor mij ook persoonlijk. Hoe voorkomen we dat die hele digitaliseringsgolf ook juist een wig slaat, een wig drijft? Dus mensen die, de mogelijkheden hebben, de digivaardigheden, gezondheidsvaardigheden, en mensen die dat niet hebben. Hoe zorgen we er juist voor dat digitale middelen, e-health, de gezondheidsschillen verkleint in plaats van alleen maar vergroot? Hè? Dat even ter introductie en even setting the scene, zeg maar. Nou, dit zijn ook altijd wel dingen die je dan tegenkomt in het hele gesprek wat je met elkaar gaat hebben over maatschappelijke kosten en baten. Want in de kern, de methode Social Return on Investment, SROI, ik zal hem in het vervolg van dit betoog afkorten tot SROI, is een methode om maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen. En dan kom je dit soort dingen ook tegen. Van ja, de kosten en de baten vallen niet op dezelfde plek. Er zitten schotten tussen de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg en de WMO. En misschien nog wel meer schotten zitten in de weg. De zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente moet dit gewoon betalen. Want dit is toch een no-brainer. Ja, ook als het gaat om interventies waar jullie misschien mee bezig zijn. Show me the evidence. Er moet onderzocht worden. Hè. Er moet bewijs op tafel komen. En als dat bewijs er is, is dat inconclusive. Dat betekent dat het niet duidelijk is welke richting dat dan opgaat. Er is meer onderzoek nodig. Hier kunnen we niks mee in contractering. We moeten longitudinaal onderzoek doen naar de uitkomsten. Het is allemaal waar. Hè? Misschien herkennen jullie dit soort uitspraken ook in je eigen weg wel die je bewandelt rondom het implementeren en het uiteindelijk ook structureel financieren van de interventies waar jullie mee bezig zijn. En dan is het de vraag van oké, als je niet uitkijkt, dan blijf je dus in die groef zitten. Hè? Ook vandaar dat plaatje van die chromofoonplaat. Het kan heel erg hardnekkig zijn om in dit soort rondjes te blijven ronddraaien. Of in dit soort groeven te blijven ronddraaien. Hoe gaan we dan die groef uit de naald halen? En zorgen dat je wel een antwoord vindt op de retorische vragen die daarboven staan. En dan staat hier een beetje een cryptische formulering. Zorginnovatie behoeft contractinnovatie. Op het moment dat je iets anders wil gaan doen in zorg en welzijn. Of dat nou iets digitaals is of niet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Betekent vaak ook dat je aan de inkoopkant en aan de afspraken en de contractering die je maakt met de partijen in het veld, dat je iets anders moet gaan doen. Simpel geformuleerd, als je blijft inkopen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Als je blijft contracteren wat je contracteerde, krijg je wat je kreeg. Dus er moet een list verzonnen worden in sommige gevallen. Nou, de methode SROI geeft daar ook handvatten voor om daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Het meten van impact, hè, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het vaak over de hogere waarden. En dit zijn dan bijvoorbeeld de quadruple aim, hè, zoals dat dan wordt genoemd, waardegedreven zorg. Zou je kunnen zeggen, de hogere waarden zijn, even met de klok mee, van linksboven, betere zorguitkomsten, afbuiging van de kosten, we hebben het niet eens meer over besparing van de kosten, meer werkplezier voor zorgprofessionals en meer kwaliteit van leven voor de mensen voor wie je het uiteindelijk doet. Kunnen we het allemaal over eens zijn? Hier kan eigenlijk niemand tegen zijn dat dit wel belangrijke uitkomsten zijn. Daar komt tegenwoordig ook nog wel vaak überhaupt toegankelijkheid, hè, aan de orde. Maar vervolgens komen daar vragen achterweg van hoe meten we het dan? Welke indicatoren gaan we gebruiken en zijn we het daarover eens? Als we het hebben over betere zorguitkomsten, als we het hebben over afbuiging van de kosten, welke cijfers kijken we dan eigenlijk naar? Kijken we dan, in welk domein kijken we dan? Is dat weer alleen in ZVW-domein, BLZ of WMO-domein? Of kijken we breder? Welke gegevens gebruiken we dan? Zijn dat de gegevens van de kosten die de zorgaanbieder zelf maakt, of de welzijnsaanbieder zelf maakt? Of zijn dat gedeclareerde kosten, zoals bekend bij de zorgverzekeraar, zorgkantoor of de gemeente? Werkplezier, idem, van hoe brengen we dat dan in kaart? En tot slot ook de kwaliteit van leven. Hoe meten we dat dan?
Die gezondheidswinst, wat voor een meetinstrument gebruiken we daarvoor? Positieve gezondheid is daar een steeds breder gebruikt ook instrument voor, inmiddels ook gevalideerd als het gaat om de uitkomsten. De methodiek zelf, die gebruiken wij al wat langer ook vanuit VitaValley. We hebben hem tientallen keren ook al ingezet, zowel voor quick scans, kortcyclische, snelkookpanachtige settings, zoals we dat hier ook presenteren straks. Ook voor wat langere trajecten. Internationaal gevalideerde methode, waar vooral betekent dat je op een gestructureerde manier de belanghebbenden, hun belangen, de inbreng en de opbrengst in kaart brengt. Wat je uiteindelijk ook gaat doen, is dat je gaat monetariseren. En dat betekent dat je alles in geld probeert uit te drukken. En daar komt dus ook een ratio uit. Er komt een getal uit, dat ga je daar ook zien. Een getal wat aangeeft van elke euro die je in dit initiatief investeert, heeft een maatschappelijk rendement van factor x. En op het moment dat dat rendement groter is dan 1, dan kun je op je vingers natellen dat dat dus een positief maatschappelijk rendement is. En dan is de vraag die daarachter zit van hoe zijn die kosten en die baat dan verdeeld? Is er mogelijk sprake van een, wat dan zo mooi heet, een wrong pocket probleem? De kosten en de baten vallen niet op dezelfde plek. Even afgezien van al het rekenwerk en al die cijfers die je met elkaar op tafel gaat krijgen, is het de opbrengst vooral in het proces, de weg er naartoe. En daarom even als afdronk van deze slide. Dat gaan we vandaag ook vaker benoemen. De SOE is een gespreksmodel. Is een manier om op een gestructureerde manier met elkaar het gesprek te hebben over wat iets waard is, wat iets kost en hoe we de kosten en de baten vervolgens met elkaar gaan verdelen. Het is niet een waarheidsmodel. Dat vind ik ook even belangrijk om te benadrukken. Nou, wat je dan gaat doen, en zoals we dat ook in de vier projecten hebben gedaan, of met de vier projecten hebben gedaan de afgelopen jaar, is dat je eigenlijk deze 9 stappen in die 4 kwadranten gaat doorlopen, waarbij je linksboven begint van, nou, wat is precies het probleem, wat ga je daaraan doen? Zogenaamde theory of change, in heel slecht Nederlands. Dat je echt goed beschrijft van, wat is ook de tijdshorizon waarop je kijkt, hoeveel mensen zijn betrokken, wat zou er gebeuren als je niks zou doen? Vervolgens rechtsboven ga je, nou, wie zijn er dan bij betrokken, wie heb je nodig? Uiteraard voor wie doe je het, maar ook wie heb je nodig en wat heb je nodig aan inbrengactiviteiten, zowel tijd, geld, opleidingen, initiële kosten, structurele kosten, noem maar op. En vervolgens ga je naar rechtsonder, wat komt daar dan uit in termen van output? Dat is iets wat je direct kunt meten, bijvoorbeeld het aantal mensen wat geïncludeerd is in een bepaalde interventie, of het aantal bezoekers op een website, of het aantal mensen, aantal kliks wat je meet, of wat dan ook. Dus objectief meetbaar. Uiteindelijk ben je op zoek naar de outcome. Dat is hetgene, de hogere waarden die daar dan achter zitten. Als het goed is, staat in jouw theorie van verandering beschreven van, joh, op het moment dat jij bijvoorbeeld een instrument aanbiedt, bijvoorbeeld mijn positieve gezondheid of de persoonlijke gezondheidscheck, dan leidt dat tot iets. Dan leidt dat bijvoorbeeld in die end tot meer kwaliteit van leven of meer zelfstandigheid of een gerichter zorgaanbod. Daar ben je uiteindelijk naar op zoek. En daar maak je ook een impact claim op. Dat is een belangrijk onderdeel van het maken van social return on investment analyse, is dat je ook 2 gewetensvragen stelt. Hoeveel daarvan is aan jou te danken, eigenlijk aan deze specifieke interventie? En wat was toch wel gebeurd? Stel dat je op je handen zou gaan zitten en niks zou gaan doen, zijn er maatschappelijke, sociale ontwikkelingen die leiden tot de uitkomsten waar je ook naar op zoek bent. Anders geformuleerd, gij zult niet overclaimen. Wees voorzichtig in de claims die je maakt. Nou, tot slot linksonder ga je een en ander waarderen op basis van de indicatoren die je met elkaar hebt afgesproken. Ga je dus monetariseren. Ik laat het even zien in een voorbeeld voordat we ook de 4 pilots in gaan. Dit is denk ik ook wel een belangrijke opmerking quote hierbij in zo'n proces. It's better to be roughly right than precisely wrong. De reflex kan heel erg zijn om, als je onzeker bent over aannames, want je gaat aannames doen in zo'n traject. Je kijkt ook de langere tijd vooruit, 3 jaar vooruit, in veel gevallen zelfs 5 jaar vooruit. Om heel erg de zekerheid te zoeken achter de komma, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Het gaat erom wat je op dit moment samen met elkaar, inclusief alle stakeholders, weet, vermoedt, aanneemt, kan beredeneren. En samen weet je vaak wel meer, dat is een soort van wisdom of the crowd, dat je misschien vermoedt.
Even ter illustratie het voorbeeld wat veel aangehaald wordt. Dat is voor vanzelf ondersteund. Dat heeft in de periode 2015-2019 gespeeld. Een goed voorbeeld ook, zoals we hier bij elkaar zitten. Er is op een gegeven moment een coöperatie opgericht. Een coöperatie van 3 grote patiëntenverenigingen. Die zich richten op mensen met een chronische aandoening. Chronisch hartfalen, COPD en diabetes. De gezamenlijke zorgverzekeraars. En de gezamenlijke aanbieders in de eerste lijn via In1. En zij hebben op een gegeven moment gezegd van joh, we zien heel veel proeven en pilots op het gebied van het ondersteunen van mensen met chronische aandoening. Vanuit de eerste lijn. Het voorzien in zelfmanagement vanuit de eerste lijn. En wij zouden dat wat op grotere schaal willen implementeren. Dus daar is op een gegeven moment de samenwerking gezocht. En toen kwamen ook dit soort vragen naar boven. Van wat is dan de meerwaarde van ondersteunende zelfzorg, de maatschappelijke meerwaarde? Waar vallen die kosten en de baten? Welke indicatoren kunnen we afspreken? Welk bewijs is er en hoe hard is dit? Wat moeten we onderzoeken en hoe dan? En hoe moeten we dat uiteindelijk ook vertalen in contractinnovatie? De situatie voordat dit allemaal zich afspeelde was dat het inderdaad allemaal proeven en pilots waren. Dat hing heel erg af van zeg maar de motivatie in een lokale setting en of daar financiering was. Er was ook veel gedoe, kostte ook veel tijd en moeite om dat soort financiering constant maar weer bij elkaar te scharrelen. En hier was de ambitie om dat in structurele financiering om te zetten. Nou, lang verhaal kort. Dat is over een periode van 5 jaar, dus dat is echt wel even iets anders dan wat we jullie dadelijk gaan presenteren. Als het gaat om die SOE quick scans, is er een SOE-analyse gemaakt. Op het niveau van de zorggroepen. Hè. Zoals jullie weten is de zorg voor mensen met een chronische aandoening in de eerste lijn georganiseerd in zorggroepen. En daar komt dan na 5 jaar maken van social return on investment analyses, komt zo'n plaatje uit. Een aantal van jullie kennen dit wel, een aantal van jullie niet, daarom zal ik het even kort toelichten. Aan de linkerkant zie je alles wat er aan waarde ingaat. Wat is er nodig om ondersteunde zelfzorg op de schaal zoals het hier geambieerd wordt, echt voor elkaar te krijgen in Nederland. Je ziet dat er voor alle stakeholders een geldelijke waarde, en dit is teruggerekend naar per patiënt per jaar, is toegerekend. Je ziet het bijvoorbeeld voor de patiënt. Hij of zij wordt ook geacht iets te gaan doen, iets onder de knie te krijgen, iets te leren, misschien extra gesprekken te hebben met een POH of een huisarts. Dat ze kunnen ook iets anders gaan doen. Hè? Dat is allemaal vrijwillig. Dus ook die tijd, die waardeer je, volgens overigens de referentieprijzen die het zorginstituut ons aanreikt. En aan de rechterkant, dus de rechter zeshoek, daarin staat wat dat dan opbrengt voor de verschillende stakeholders op het niveau van de blauwe zeshoek, voor de gemeente, voor de huisartspraktijk zelf, voor de patiënt, voor de werkgever en voor de zorgverzekeraar. En uitgesplitst op de groene zeshoek naar specifieke uitkomst. Dus de bolletjes in de groene zeshoek tellen op tot wat het totaal is voor die stakeholder, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Hier zit heel veel analyse en rekenwerk achter. Nogmaals, dit is over een periode van 5 jaar, elk jaar opnieuw geüpdate en verfijnd en verder ingekleurd. Je ziet hier een aantal dingen dat de grootste opbrengst zit bij de patiënt in termen van kwaliteit van leven. Dat zou je ook kunnen vermoeden. Ook dat is dus in geld uitgedrukt op basis van de indicator QALY. Dat doen we wel vaker. Quality Adjusted Life Years. Maar er zit ook een enorme opbrengst bij de zorgverzekeraar. En dat is helemaal onderbouwd met een analyse van factis data. Dat zijn de declaratiedata die de zorgverzekeraars gezamenlijk verzamelen. Waar je tot en met postcode niveau kunt zien van wat wordt er gedeclareerd in een bepaalde wijk of in een bepaalde gemeente. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de zorgverzekeraars hebben gezegd van oké, het levert ons geld op. Dus we gaan hier een ander bekostigingsarrangement voor mogelijk maken. En daarmee is een wissel omgezet in 2019 om dit inderdaad op grote schaal mogelijk te maken. Dus dat is denk ik ook een belangrijke conclusie hiervan. Ja. Pim, dit is gebaseerd op allerlei cijfers die jullie 5 jaar lang hebben bijgehouden. Hè? En ja. Dit is dus een retrospectieve kosten. Uiteindelijk ja, maar we zijn begonnen met een prospectieve, met een forecast. Net zoals we nu gedaan hebben met deze 4 pilots. Ja. Dus we hebben ook in eerste instantie met een groep van alle stakeholders, inclusief de zorgverzekeraars, de eerste lijn en de patiënt, van wat zou het ongeveer kunnen opleveren en wat zou het ongeveer kosten over die 5 jaar. En het leuke is eigenlijk dat die eerste aannames die we gemaakt hebben in 2015,
dat die eigenlijk niet zo heel ver bezijden de uiteindelijke waarheid bleken, hè, nadat je 5 jaar lang cijfers gaat verzamelen. Dus ook hier geldt van je weet meer dan je denkt, zeker als je in een groep bedenkt. Ja, en dat is denk ik heel interessant, want het is altijd nog een beetje spannend. Bij prospectief ga je weer uit van, nou, stel dat zus en zo gaat gebeuren, dan levert het dit en dat op. Ja, ja. En, ja, dus dat is wat zachter dan dit is echt onderbouwd. Ja. Dit, ik ging er even heel snel doorheen en ik veronderstelde misschien ook wel wat voorkennis. Dit is ook allemaal terug te vinden op de website van Zelfs Ondersteund, die vooralsnog nog steeds in de lucht is. De corporatie Zelfs Ondersteund heeft zichzelf opgeheven, want de doelen zijn bereikt. Is in liquidatie, dat zie je ook op de website. Maar dit is ook gewoon nog terug te vinden. Uitgebreid rapport met hoe dit allemaal in elkaar steekt. Ik denk wel goede achtergrondinformatie even voor inderdaad de SWE quick scans die we hebben gemaakt, hè, afgelopen jaar. Daar wil ik gelijk even naartoe klikken. Tenzij er hele dringende vragen, opmerkingen of moties van. Ik zie nog geen vragen in de chat. Nee. Okay. Wat we hebben gedaan, dus met een aantal van jullie, eigenlijk 4 projecten onder de loep genomen met een SOE Quick Scan. Persoonlijke gezondheidscheck, de implementatie daarvan in Amersfoort. En je ziet wie daar allemaal bij betrokken zijn. De implementatie van Mijn Positieve Gezondheid in de Noord-Oostpolder, Mark Nessen. Mijn Positieve Gezondheid in de woningprojecten, of in de gemengde woonprojecten van Mixit en Livin in Utrecht. En de inzet van Mijn Positieve Gezondheid als additionele gezondheidsmonitor. En je ziet hier dus van welke partijen er allemaal bij betrokken zijn geweest. Ook in verschillende stadia van implementatie en ontwikkeling. En hier zie je, en dit krijgen jullie uiteraard allemaal nagestuurd, of dat wordt in Basecamp gedeeld, hè, Evelien. Ja. Wat dan, als je door je oogharen kijkt, wat daar dan de resultaten van zijn. En dit hier heb ik al voor gewaarschuwd. Hey, hier zie je in één keer heel veel cijfertjes. Hier zie je ook die ratio's die dan beredeneerd worden. Hè. Dit is geen ranking the projects. Hè. Het is niet zo hoe hoger, hoe beter en een beter rapportcijfer of iets dergelijks. Maar dit geeft aan zo'n 3,3 in de implementatie van Mijn Positieve Gezondheid in de gemeente Noord-Oostpolder. Te beginnen in Marknessen. Daar zal Lianne daar iets meer over vertellen. Dat elke euro in dit initiatief over een periode van 5 jaar een maatschappelijk rendement heeft van 3,3. Nou, dat is best veel, hè? Daar zit natuurlijk een onzekerheidsmarge op, waarbij wij bij zo'n quickscan altijd zeggen, joh, dat is plus of min 30% wel, hè, waar je rekening mee moet houden, als je dat voor de eerste keer doet. En dan is natuurlijk de bedoeling dat als je dat vervolgens gaat herhalen en misschien ook met data in retrospectief gaat laden, dat je het verder inkleurt en dat je die bandbreedte natuurlijk ook vermindert. Mm-hmm. En je ziet hier, en daar zitten in het vervolg, maar daar zal ik nu even niet op ingaan, hoe dat dan verdeeld is. Hier zie je dus die kleine bolletjes, voor zover jullie het kunnen zien, is de inbreng. En de grote bollen zijn de opbrengst. Ik zal er even één laten zien, want dat kijkt even wat makkelijker. Bijvoorbeeld Noordoostpolder, de implementatie van Mijn Positieve Gezondheid, al daar. Het initiatief van Lianne. Hier nogmaals die 3,3. Hier zie je dus links de inbreng. De verschillende kleuren, de inbreng door wie dan? Lichtblauw is de inbreng door de welzijnsorganisaties, donkerblauw door de gemeente, geel door de huisartsen. Ook hier, het grijs gedeelte, wordt inbreng door de deelnemers. Hè, de mensen die uiteindelijk Mijn Positieve Gezondheid gaan afnemen, zeg maar, als tool. Tijdsinbreng is dat, ook gewaardeerd naar geld. De rechter taartdiagram. Dus in verhouding, hè, deze is ongeveer 3,3 keer zo groot, is wat dat dan oplevert. Hier zie je, de grootste opbrengst zit ook bij de deelnemers in de zin van kwaliteit van leven. Daar zit allemaal rekenwerk achter, ook op basis van referenties die er zijn, onderzoek wat er gedaan is. Zorgverzekeraar heeft de ene grootste opbrengst en er is een kleine opbrengst voor de gemeente. En hier zie je eigenlijk ook, zeg maar, het probleem als het gaat om het lonkende probleem, moet ik eigenlijk zeggen, als het gaat om structurele financiering en optima forma. Als je niks doet, dan zeg je eigenlijk veel, allemaal leuk en aardig, investeringen vanuit welzijn, gemeente en eerste lijn. En de baten vallen, de economische baten, even los van de kwaliteit van leven, toename van de burgers, van de deelnemers. De economische baten, die echt te incasseren of te kapitaliseren zijn, zitten vooral bij de zorgverzekering. Hoe gaan we de verdeelsleutel vormgeven om te zorgen, als dit waar is, dat het blijft vliegen? Dat is denk ik een belangrijke
vraag die je dan vervolgens achterweg komt. Belangrijke, en dan afdronk hierbij, en dan stop ik even, dan gaan we even langs de velden. Hè. Dat je dit ook vooral echt in gezamenlijkheid met elkaar doet. Dit is niet onze werkelijkheid, maar dit is de gezamenlijke werkelijkheid met alle onzekerheden die er zijn. En dus toch weer terug naar het gespreksmodel wat SOI is. Met elkaar in gesprek en daar ook benoemen van, joh, het is best spannend om uit die groef te komen. En we hebben best wel wat onzekerheden als we dit soort dingen gaan aannemen. Maar dit is wel wat het is. En hoe nu verder? Hoe gaan we nu verder met elkaar? Gemeente, zorgverzekeraar, eerste lijn, welzijn, noem maar op. Ja, tot zover even. En dan stop ik even met delen. Ja. En dan gaan we denk ik beginnen met de eerste vraag. Die is aan Lianne Mulder. Dus misschien mag Lianne ook in de spotlights, Marja. En Lianne is er volgens mij nog niet. Jawel. Die was al heel vroeg. Ja. Kan je haar vinden? Nee. En er wel. Wel Mulder. We kunnen sowieso door. Dan moet je maar even gaan zoeken. Maar de eerste vraag is in ieder geval... Ja, of jij wil aangeven... Ja, daar is ze. Wat het jou heeft gebracht... hoe jullie het hebben ervaren, zeg maar. Een gespreksmodel aan de hand van SOI. Of een gesprek te voeren aan de hand van dit model. Ja. Dankjewel. Ja, ik zal dat kort toelichten. Ik wil jullie kort meenemen in de maatschappelijke ontwikkelingen, waar Pim ook al even aan refereerde, van waarom doen wij dit als huisartsenpraktijk. Dat heeft eigenlijk met drie grote zaken te maken. Met preventie, met samenwerking tussen zorg en welzijn en met de ontwikkelingen van positieve gezondheid. De preventie is natuurlijk een breed begrip en ook de vraag vanuit het huisartsenland is ook wel regelmatig van welke verantwoordelijkheid ligt bij wie en wie is er verantwoordelijk en wie voelt zich verantwoordelijk. En huisartspraktijken over het algemeen zijn niet heel happig om verantwoordelijkheden over te nemen die bij de overheid ligt. En ook gelijk wel de vraag, is collectieve preventie iets voor de huisarts? De samenwerking tussen zorg en welzijn zie je natuurlijk overal in het land ontstaan. Juist ook om met een stevige zorg- en welzijnsorganisatie om alle veranderingen die op ons afkomen goed neer te kunnen zetten. En dat je met name ook substitutie van ziekenhuiszorg, dat je dat met elkaar kan opvangen. En aan de andere kant ook gelijk de uitdaging die voor ons ligt om zaken niet zoveel of zo min als mogelijk te medicaliseren. Dus als je zaken natuurlijk naar de gezondheidszorg haalt en trekt, ja, ga je dan niet juist sociale problemen een medisch tientje geven. Wat je natuurlijk op meerdere plekken ziet ontstaan is de positieve gezondheid. Dat is niet iets van alleen huisartsen, maar juist ook bij welzijn en bij de gemeente. En het mooie daarvan is dat het samenwerking kan bevorderen over de schotten heen. Die schotten werden net ook al even door Pim genoemd. En je kan de perspectieven die op gezondheid bestaan, natuurlijk in positieve gezondheid, heel mooi vatten. Dus hoe een patiënt of een gezonde burger of een medicus of de overheid naar gezondheid kijkt, iedereen heeft daar zijn eigen visie in. En wij merken in de praktijk dat positieve gezondheid helpt om die kloof tussen zorg en welzijn te overbruggen. Wij als huisartsen en als huisartsenpraktijk kunnen natuurlijk heel veel problemen, met name sociale problemen, niet oplossen. Wat wel mooi is, dat als je gaat werken met positieve gezondheid, dat je veel meer de tijd gaat nemen voor patiënten. En eigenlijk door de gesprekken geven patiënten zelf al heel vaak antwoorden op hun eigen vragen. En dat biedt wel een heel mooi houvast in de uiteindelijke oplossing. En de lange termijn idee is natuurlijk minder medicijnen en meer gezonde leefstijl. En door dat je met mensen in gesprek gaat, dan kom je ook echt bij de kern van wat willen mensen. En mensen doen wat ze willen, niet wat ze moeten. Dus dat helpt ons heel erg weer bij gedragsverandering. Dat even in de context van waar wij mee bezig zijn in de praktijk. Wat het daarnaast meespeelt is dat zodra je gaat kijken naar pilots en naar preventie, dat je ook direct moet bedenken van, bereik ik wel de mensen die er het meest profijt van hebben? Afgelopen zomer heeft in twee
het medische tijdschrift een artikel gestaan over gezondheidsbevordering. Eén daarvan was over dementie. We hebben zo'n grote vragenrondes gedaan bij mensen om te zien hoeveel er bekend is dat een gezonde leefstijl effect heeft om dementie te voorkomen. En het bleek dat met name bij ouderen en bij laag opgeleiden die voordelen heel weinig bekend zijn. En dat is natuurlijk ook iets wat wij in de praktijk steeds wel goed over nadenken. Van is hetgeen wat we aan het opzetten zijn, komt dat wel terecht bij de mensen die er het meest aan hebben? Het andere artikel stond in Huisarts in Wetenschap in augustus. We hebben eens gekeken naar cardiometabole preventie, dus de hart- en vaatziekten. En ook daarin bleek dat de sociaal kwetsbare groepen daar eigenlijk het minst van profiteren. En dat zij ook minder vaak op collectieve uitnodigingen reageren. Nou, vanuit de theorie naar de praktijk, waar zijn wij op dit moment mee bezig in Marknessen? We zijn van analyse naar experiment naar inbedding gegaan. De analyse is in 2019 gedaan met behulp van Proscoop. Toen hebben we een praktijkscan laten doen. In deze hele regio, Marknessen, Lutgeest en Krachenburg, gekeken van wat is er aan problematiek bij ons en waar kunnen wij op inzetten. Bleek er, net als in zoveel gemeentes als in Nederland, dat er aardig wat overgewicht is. En daarop zijn we begonnen met wandelen op recept, om mensen letterlijk in beweging te krijgen. En dat ook gelijk breder getrokken met samenwerking van andere zorgverleners. Samenwerken in de wijk, met de zorggroep, met diëtisten, met de fysiotherapie, met welzijn en de beweegcoaches daarvan. En juist ook die regionale samenwerking maakt ook dat iedereen daar enthousiast over is en dat je met elkaar iets moois op kan zetten. Wat wij toen al wel direct merkten is dat wandelen op recept is een mooie manier om met mensen ook in gesprek te komen. Dus het gaat niet alleen om het wandelen, maar dat je het ook bijvoorbeeld in kan zetten bij eenzaamheid of mensen waar je het niet per se gelijk doet voor gewichtsproblematiek, maar dat er andere redenen mee kunnen spelen. Maar dat lang niet iedereen per se het wandelen als belangrijkste zaak zien. En daarin zijn we afgelopen jaar gestart met welzijn op recept. Om ook andere mogelijkheden aan mensen te kunnen aanbieden. Dat je nadat je met elkaar in gesprek bent gegaan, dat je ook kan kijken. Misschien gaat het meer om iemand aan vrijwilligerswerk helpen of naar een andere hulpverlener toe te geleiden. En met deze partijen met wie jullie al samenwerkt, met wie je dus al samenwerking had lopen, zeg maar. Daarmee hebben we ook de SROI, daar kregen jullie dus de uitnodiging om SROI mee te maken. Precies. Dus daar ga ik nu naartoe, want dat was eigenlijk weer het mooie in het verlengde daarvan. Want juist voor de inbedding wilden we gaan kijken van wat gaan we nu doen voor echt meer de toekomstgerichte huisartsenzorg. Ook vanuit onze koepelorganisatie MEDRI voor de huisartsen. Zijn daar mogelijkheden voor om meer persoonsgerichte zorg te gaan geven? En dat is dan ook direct weer gekoppeld aan positieve gezondheid. En natuurlijk mooi om met positieve gezondheid mensen die op het spreekuur komen gezonder en gelukkiger te maken. Maar wij willen als huisartsenpraktijk ook de groep bereiken die niet per se op het spreekuur komen. En die, dus wat meer de kwetsbare groepen, die juist ook meer profijt en gezondheidswinst zouden kunnen behalen. En de SROI heeft ons daar bij geholpen, omdat je dan gelijk met elkaar, met de partijen die dat betreft, in gesprek bent. Maar ook met name weer voor motivatie. Je moet natuurlijk met je eigen praktijk al steeds gaan zitten van waarom gaan wij werken aan een gezondere regio, aan een gezonde praktijk. En als je dat kan laten tonen met de getallen, dus dat je ook echt daadwerkelijk kan laten zien van ja, dit is wat het met de hele regio kan bereiken. Dan merk je dat het enthousiasme geeft. En dan ga je meer van niet alleen een idealisme nastreven, ga je ook meer van, nou, dit is wat het in de praktijk kan gaan doen. Want je vertelde eerder al dat het echt een heel andere bril was. Dat jullie niet echt normaal gesproken met de bril van kostenbaten kijken. Nee, en ik denk dat dat ook wel zorg eigen is. Dat monetariseren, dat je iets uitdrukt in geld, dat bij heel veel onderzoeken niet gedaan wordt. En dat het natuurlijk heel vaak retrospectief is. Dat je dus na een paar jaar kan zien, gezondheid is verbeterd, maar ik denk dat het veel sterker is dat je nu vooraf al met bijvoorbeeld Zilveren Kruis in om de tafel kan gaan van ja, dit is wat het de verwachting is. En of het dan uiteindelijk 2,5 of 3 gaat worden, maakt dan niet zoveel uit. En dat is winst. En wat wij hopen, is los van, het is natuurlijk het allerbelangrijkste dat mensen gezondheidswinst gaan voelen. Maar wij verwachten ook eigenlijk dat het daardoor ook voor huisartsen
prettige werk is. Dat je direct door de gesprekken je werkplezier toeneemt. Maar voor de lange termijn dat je ook eigenlijk een goede beschikbaarheid houdt van zorg en huisartsenzorg. Dus het is ook nog weer breder dan dat. Dat heeft het ons gebracht. Misschien even daar kort op aanhakend, Evelien en Lianne. Want inderdaad, wat Lianne denk ik ook in alle transparantie en openheid zegt. Van, dit is niet normaal gesproken onze manier van werken. Om dan te gaan becijferen of te monetariseren. Dat is heel herkenbaar, is ook niet zo gek. Tegelijkertijd ook als je kijkt wat voor politieke keuzes er gemaakt worden ten aanzien van wat zit er bijvoorbeeld in het basispakket. En ook als je kijkt van wat ligt er aan berekeningen achter bijvoorbeeld iets als de inzet van een GLI, een gecombineerde leefstijlinterventie. Dat wordt uiteindelijk wel op een vergelijkbare manier ook gerekend. Hè? Ook met hoeveel betekent dit voor de kwaliteit van leven van mensen. En wat hebben we daar als Nederlanders, als burgers, premiebetalers, belastingbetalers eigenlijk voor over voor een gewonnen levensjaar in goede kwaliteit van leven. Het is belangrijk ook om de verbinding uiteindelijk te maken met de, laat ik maar even zeggen, de verhalende wereld, narratieve wereld en de wereld van gesprekken en mensen in de spreekkamer, naar de blauwe wereld waar uiteindelijk ook beleidskeuzes gemaakt worden. En dat gaat uiteindelijk om heel veel geld, hè? Ons geld, belastinggeld, premiegeld. Dus dat is maar je merkt ook wel, en zoals we hier bij elkaar zitten, is het denk ik ook goed om te noemen, het ongemak van, dit is niet in geld uit te drukken of zo, weet je wel? Dat soort reflex, en dat snap ik ook heel goed. Wat ik mooi vind, is dat je vertelde dat het ook zo motiveert, zeg maar. Hè? Dus dat je denkt van, uit die SROI blijkt dat we, dat waar we mee bezig zijn, dat ook daadwerkelijk gaat werken. Ja, mooi. Je wil natuurlijk wel, als je het ook in de praktijk hebt, hebben we het wel eens over zo'n blue zone praktijk gehad, wat ook in de positieve gezondheid genoemd wordt. Maar dat is natuurlijk dat is een lange adem kwestie, daar moet je geduld voor hebben. En over 5 tot 10 jaar zul je dat misschien pas merken met elkaar. Maar als je nu al weet, door de SRI, mede door de SRI, dat is ook te verwachten, dat geeft wel meer motivatie. Zeker. Dankjewel. Dankjewel voor het delen van je ervaringen en ons deelgenoot maken van de hele context waarbinnen jullie werken en denken. Dan wil ik graag het woord geven aan Marjolein Rebel. Zij is projectleider in Utrecht Leidse Rijn en jullie hebben daar ook met positieve gezondheid gewerkt. En daar is ook een SROI gemaakt. En zou je ook iets willen vertellen over dat proces, zeg maar? Dus met elkaar in gesprek gaan over de kostenbaten van het hele project. Je geluid nog even aan. Dat wil ik zeker. Hallo allemaal. En daarbij lijkt het me goed om te beginnen met iets over de context toch van ons project. En daarna in te zoomen op de SRI die we hebben gemaakt. Ik ben zelf actief bij In de Kern Gezond. Dat is een wijkplatform in de wijk waar ik woon. Een ontmoetingsplek helemaal vanuit positieve gezondheid. Eigenlijk voor iedereen die in Leidse Rijn Vleuten-de-Meeren woont of werkt. En In de Kern Gezond is echt een bewonersinitiatief. En in onze wijk gebeurt van alles ook de afgelopen jaren om meer te werken vanuit positieve gezondheid en andere brede gezondheidsconcepten. En in die brede opzet, zeg maar, is er één concreet project geweest waar ik projectleider van ben geweest de afgelopen jaar. In opdracht van de gemeente Utrecht was dat een project om met bewoners van de gemengd woonconcepten Mixit en Livin, 2 appartementblokken in Leidse Rijn Centrum, in gesprek te gaan aan de hand van de digitale tool van positieve gezondheid. En de mensen die bij Mixit en Livin wonen, is eigenlijk best divers, maar daar woont ook een groep mensen, ongeveer 30% van de bewoners, die voorheen dak- of thuisloos is geweest. En ook wat meer daarmee de wat meer kwetsbare doelgroep ook behelst, die je normaal niet bereikt misschien met normale interventies. En die mensen worden ook veelal begeleid door begeleiders vanuit de tussenvoorziening. En het idee was, de mensen kwamen nieuw in de wijk wonen, die appartementenblokken werden eind vorig jaar opgeleverd, dat studenten sociaal werk, tweedejaars studenten van ROC Midden-Nederland, die nog geen stageplek hadden vanwege corona en vanwege persoonlijke omstandigheden,
dat die studenten getraind zouden worden in het werken met positieve gezondheid en vervolgens met de bewoners van Mixit en Livin in gesprek zouden gaan. En dat is ook allemaal gedaan? Dat hebben we ook gedaan, ja. We hebben de studenten getraind tegelijkertijd contact met bewoners gelegd, want we hebben het ook best wel scherp in het begin al van ja, wie is dan de afzender? Wie is de uitnodigende partij? En daarbij was dat niet de huisarts, of niet ingebed op zo'n manier in een zorgsetting. Maar we vonden het heel belangrijk om bewoners gewoon als bewoners te benaderen. En daarin ook geen onderscheid te maken of mensen voorheen dag- of thuisloos waren geweest of niet. Om te kijken of medebewoners de uitnodigende partij konden zijn. En daarvoor hebben we het contact gelegd met de besturen van de bewonersverenigingen van beide concepten. En heel ingestoken op van binnenuit, van onderop, vanuit intrinsieke motivatie. En via andere bewoners weer andere bewoners bereiken en motiveren. Dus in de kern gezond was ook niet per se daarin de uitnodigende partij. Maar wel een beetje de linking pin is binnen het web daarin. En Marjolein, ook gezien de tijd. Hè, ja. Zou je kunnen willen inzoomen op het SROI, die workshop die jullie met elkaar gehad hebben. En wat, of dat iets heeft gebracht. Of dat je zegt van ja, dat maakt eigenlijk niets uit. Ja, zeker. Ja, we zijn het project gestart. En toen kwam eigenlijk al vrij snel de uitnodiging van, goh, het past eigenlijk heel goed ook bij het thema waar we hier met meerdere regio's mee bezig zijn. Vinden jullie het leuk om ook zo'n SRU mee te maken en eens te ervaren hoe dat gaat? En die uitnodiging hebben we graag aangenomen. Vonden het heel interessant en boeiend om eens op een andere manier te kijken en aan de start van een traject al die factoren in kaart te brengen en aannames te doen. Dat hebben we ook met een best divers groepje betrokkenen, is er bij die workshops betrokken geweest. En dat was inspirerend om te doen en fijn om dat een keer te ervaren. En ter voorbereiding op vandaag zat ik ook te denken van, goh, wat heeft het nou voor verschil gemaakt? Of wat hebben we anders gedaan? En ja, misschien een beetje gek, ik deel het ook al even met Pim. Dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen. Ik denk dat het voor het project eigenlijk niet zoveel uit heeft gemaakt, of we nou wel of niet die SRI maakten in deze fase. En ik denk dat dat ook een beetje komt omdat wij op basis van de ervaring in het project gaandeweg hebben gezegd, we gaan niet meer zo focussen op per se zoveel mogelijk gesprekken over positieve gezondheid voeren. Dat hebben we wat losgelaten. Studenten hebben 10 hele waardevolle gesprekken gevoerd, maar geen 100 en ook geen 150. En dat was ook niet meer, dat zou het een doel op zich worden. Dat hebben we wat losgelaten. En daarmee denk ik ook dat we nu niet, ook met de gemeente Utrecht als opdrachtgever, het gesprek voeren waarbij een onderbouwde business case behulpzaam of nodig zou zijn. Ja. Dus dat het, als we nu zouden focussen op die SRUI en die aan zouden passen naar aantallen van 10 gesprekken die we gevoerd hebben, dan krijg je niet het gesprek wat we zouden willen voeren nu. Nee. En dan loop je denk ik het risico het kind met het badwater weg te gooien. Dus dat zou denk ik zonde zijn. Oké. Een heel andere ervaring. En dat is ook waardig. We zitten hier niet om alleen maar met succesverhalen of alleen maar van, oh nee, die SROI die moet je nemen, want weet je, je zegt gewoon, ja, dat bij ons heeft het in die fase van het project, was interessant en leuk en inspirerend om te doen, maar ik heb het eigenlijk niet nodig voor het vervolg. Nee, dat denk ik. En daar ik niet te veel op focussen. En wat ik wel echt heel mooi vond, en dat wil ik nog wel graag uitlichten, is hoe de SROI mogelijkheid biedt om juist ook de inbreng van vrijwilligers, van gewoon wijkbewoners die daar hun tijd en hun hart in zetten, om die ook in geld uit te kunnen drukken en dat mee te kunnen nemen. En ook in de SRI mee te nemen wat de impact is juist voor vrijwilligers in een wijk. Dat past bij onze context heel mooi. Ja. Mooi. Mooie invalshoek. Dankjewel voor je toelichting. En dan zou ik graag het woord geven aan Sjoukje Meeldijk van Amersfoort. Hi. Goedemorgen allemaal. Hi. Hi. Je hebt ook al vaker in het project of in het leernetwerk iets verteld over de achtergrond, context en zo van waar jullie mee bezig zijn. Niet met mijn positieve gezondheid, maar met de persoonlijke gezondheidscheck. Ja, klopt. Ik zal heel kort inderdaad. Ik zal niet uitgebreid ingaan op de context. Het enige wat ik daarover wil zeggen is dat de persoonlijke gezondheidscheck voor ons een van de onderdelen is van een breed fieldlab overgewicht en gezonde leefstijl. Waar we, ik denk 2 jaar geleden, heel voorzichtig mee gestart zijn met een aantal gesprekken.
daar was de persoonlijke, of is de persoonlijke gezondheidscheck eigenlijk de, het instrument wat we hebben gekozen voor bewustwording van inwoners. Van nou, hoe is mijn gezondheid op dit moment? En dat met de persoonlijke gezondheidscheck van NIPET, de digitale vragenlijsten als basis. We hadden een aantal verschillende lijnen hebben we uitgewerkt. 5 pilots voor de komende jaren. En de SROI heeft was daar voor ons eigenlijk een soort eerste quick scan in om te kijken van nou hoe wat is ons beeld wat we daar nu van hebben, wat is onze verwachting van de persoonlijke gezondheidscheck en in hoeverre komt dat ook overeen. We zouden vorige week zouden we de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend voor het Field Lab overgewicht als zeg maar de basis om de komende jaren met allemaal verschillende partners mee aan de slag te gaan. Maar helaas hebben de huisartsen zich een paar weken geleden teruggetrokken uit dat traject. Dus voor ons is het nu ook even zoeken hoe nu verder. Dat doet niks af aan de SROI die we wel hebben gedaan. En die ik vooral heb ervaren als een soort quick scan. Wat Pim ook al aangaf. Een soort eerste verkenning van nou, waar staan we met elkaar? Hoe kijken we hier tegenaan? En wat het voor mij als beleidsmedewerker bij de gemeente vooral heeft opgebracht. Is dat ik daarmee ook intern veel meer het gesprek aan kon gaan over dit instrument. En daar het draagvlak ook voor heb gevonden door de ratio die er uitgekomen is. Dus dat maakt het wel makkelijker om... kijk, de PGC is in die zin niet de erkende interventie waar we normaal gesproken mee werken. Dus daar was bij ons intern ook wel wat twijfel over. Dus dat heb ik in eerste instantie wel ervaren. Dat je een breder gesprek krijgt, een breder maatschappelijk gesprek over de opbrengsten die het heeft. Waardoor het ook makkelijker is om te starten met die verschillende pilots. Daarnaast heb ik de gesprekken zeker ook met de verzekeraar DSW erbij als heel positief ervaren. Ja. Dat je met elkaar dat gesprek aangaat en het dan ook... veel meer een kijkje achter de voordeur krijgt van waar is iedereen nou voor zich mee bezig? Je doet daar heel vaak aannames met elkaar over, maar op het moment dat je dat daar het gesprek over voert, krijg je veel meer gevoel bij, oh ja, jullie zetten dit in of hey, daar maken jullie toch ook bepaalde kosten voor, waar je normaal gesproken eigenlijk niet met elkaar over praat. Dus dit heeft voor mij zeker ook veel meer inzicht en begrip gegeven in hoe andere partijen erin staan. Mooi, want wat vond ik zo bijzonder bij jullie? Jullie zijn de enige waar wie we een SROI hebben gemaakt waar de zorgverzekeraar aan tafel zat. Ja, en die had ook wel wat over te zeggen. Ja, dat snap ik ook. En dat maakt het ook, dat is ook wel meteen weer interessant, hè? Want we hebben die SROI met een beperkt aantal partijen gedaan. Achteraf denk ik van, nou, misschien hadden we de huisartsen hier ook op de een of andere manier bij moeten betrekken. Wellicht dat dat nog een andere dynamiek had gebracht. Maar ik denk ook dat het feit dat er misschien wel wat terughoudendheid is om die gesprekken te voeren, dat soms ook wel wat zegt. En dat je daar dan... ook wat meer inzicht in krijgt. Niet dat ik denk dat onze situatie had veranderd, maar het zijn ook wel bepaalde signalen, denk ik. Ja, maar dat is wat je zegt, wat je leert hieruit, is waar de gevoeligheden liggen of waar mensen denken van... Oh. Ja, de partijen die bereid zijn om hier het gesprek over te voeren, dat zijn ook vaak de partijen die graag willen. Dus afwezige partijen of mensen die daar wat terughouden, nou ja, dat is ook wel een signaal. Ja. Maar goed, dat is achteraf wijsheid. Ja. Dus, Hoi. Wil je nog iets toevoegen, aanvullen? Of was dit wat je... Nou, ik ben heel benieuwd of de SROI, of de opbrengst daarvan, hè, die ik zei, zie als een soort eerste verkenning, hoor. Dus ik vind het ook iets wat je, als je project of je programma, of wat je inricht, langer loopt, dat je zo'n SROI ook wat vaker kan doen. Hè, wat Pim ook al aangaf in de introductie. Zodat je daar steeds meer gevoel over krijgt. Een steeds breder beeld van wat het... werken met zo'n instrument nou betekent voor alle verschillende partijen. En dat je daarna inderdaad mogelijk gesprekken aan kan gaan over oké, hoe gaan we dit anders financieren of anders inregelen met elkaar. Maar dat zie ik echt pas als een verdere stap. Ja, en daar even kort op aanvullen, dat je ook dus in het vervolg met elkaar
in het vervolg van zo'n SRI-traject gaat bepalen van wat voor nader onderzoek of analyse is er nodig. In plaats van dat je dat helemaal vanuit de gemeente of vanuit de zorgverzekeraar voor jezelf gaat beredeneren. Precies wat je zei, niet invullen voor een ander, daar helpt het ook wel enorm mee. Hè? Ja. Oké, dankjewel Sjoukje. Dankjewel. En dan hebben we nog een vierde SRI gemaakt. En dat was ook in de gemeente Utrecht. En dat was een additionele SRI op de gezondheidsmonitor die ze daar om de 4 jaar, zoals in elke gemeente, uitvoeren. Ilse Swinkels is daar de trekker van, maar zij kan vandaag niet aanwezig zijn, dus is verhinderd. Maarten, kan jij in een paar woorden toelichten wat daar gebeurt? Goedemorgen allemaal, ik even uit tweede hand. We hebben veel met Ilse gesproken de afgelopen jaren over een additionele gezondheidsmonitor. Wat is er aan de hand als je de persoonlijke gezondheidscheck of mijn positieve gezondheid in een wijk toepast? Dan kun je daar ook geaggregeerde gegevens uithalen, mits natuurlijk de wijkbewoners daar toestemming voor geven. En dan geeft dat een beeld van die wijk. Dat is voor de gemeente ook heel fijn, omdat met name uit kwetsbare wijken komt weinig specifieke informatie die je ook terugvindt in de gezondheidsmonitor, omdat ze in die wijken domweg die gezondheidsmonitor niet zoveel invullen. Dus hele waardevolle informatie voor de GGD. Dat vinden ze in Utrecht ook. Er is overigens een whitepaper over te vinden die je op Basecamp kan vinden. Dus daar staat ook allemaal achtergronden over in. We hebben daar een SRI voor gemaakt. Praktisch leek het wat ingewikkeld van aan wie je de kosten toerekent. Aan de wijk of aan de gemeente. Want je hoeft maar één keer de gezondheidsmonitor uit te zetten. Dat is namelijk in de wijk zelf. Dus aan wie reken je nou de kosten toe? Aan de GGD of aan de wijk? Dat was even een punt. En verder gaf het natuurlijk een positief beeld, deze SRI. En de gemeente had er intern dan best wel wat moeite mee om dat nou precies te interpreteren. Dus welke afdeling moet dan wat doen? Dus ook daar werken ze in kolommen of zuilen, net zo goed als in de rest van Nederland. Dus dat is best wel even afstemmen. En vervolgens, hoe stem je dat dan weer af met de besteding in de wijk? Want de baten vallen dus niet bij volksgezondheid zelf, maar de baten vallen bijvoorbeeld bij de dienst maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je zoiets van, de een maakt de SRI en de ander is er nog niet bij betrokken. Dat was in dit geval zo. Ja. Zou je eigenlijk wel willen, maar dan is dit een werkwijze die vrij business-wise is. Maatschappelijk business-wise moet ik zeggen. En dat is dan ook niet gemeengoed in de gemeente. Kortom, het is denk ik daar een heel leuk beginnetje geweest. Maar het moet nog wel wat aan kracht winnen. Oké, dankjewel. Ik wil dan nog doorgaan met even vertellen dat Adriane Israels iets zou toelichten of een update zou geven van hoe het staat met het onderzoek. Zij is ook verhinderd. Dus dat zullen we een volgende keer doen. Ze is nog wel op zoek naar pilots of naar plekken waar ze haar onderzoek kan doen. Dus als jullie een plek weten of weten waar een initiatief wordt uitgevoerd met mijn positieve gezondheid of de persoonlijke gezondheidscheck, dan houdt zij zich aanbevolen. Ik zal haar gegevens ook nog een keer op Basecamp zetten. En dan als tenslotte ter afronding, ik zei het al in het begin, het is het laatste leernetwerk van dit jaar, maar we hebben plannen om door te gaan tot 2024, tot en met 2024 zelfs. Maar op een andere manier, 2 keer per jaar een leernetwerk zoals dit. Dus als je vragen hebt, suggesties, ideeën van wat we als thema zouden kunnen, wat een interessant thema zou kunnen zijn, dan geef dat alsjeblieft aan ons door. Dan kunnen we daar op basis van jullie vragen ook een programma op maken. Dat zullen we 2 keer per jaar aan gaan bieden. En daarnaast zal 4 keer per jaar Mohamed Assous van Paros een inhoudelijk programma aan gaan bieden. Mohamed, jij bent er. Ja, goedemorgen allemaal. Jij wil daar iets over vertellen. Ja aanvullend eigenlijk het verhaal wat Evelien aangeeft, is 2 keer per jaar in het leernetwerk. En 4 keer per jaar gaan wij voor de pilot deelnemers workshops organiseren die hadden inhoudelijk zullen zijn. Het afgelopen jaar toen veel signaal op gehaald van verschillende pilotdeelnemers tegenaan lopen. En we zijn op dit moment, we willen eigenlijk 1 keer per kwartaal een bepaalde workshop gaan aanbieden. En de thema's die worden nog ingevuld. Maar dat hangt een beetje af van de behoeften van de trekkers. Dat kan één keer kan het zijn cultuursensitief werken. Of hoe bereik je en betrek je mensen in kwetsbare doelgroepen? Of hoe zorg je voor toegankelijke en begrijpelijke informatie?
Dus dat is al afhankelijk van de behoeftes van de, pilotdeelnemers wordt concreet ingevuld. Ja, en betekent dat die dus ook niet openstaan voor alles en iedereen, maar dat we wel op een gegeven moment in het leernetwerk de resultaten of eerste ervaringen zouden kunnen delen. Ja. Hè? Dus dat is zoals we het in ons hoofd hebben. Waarom tot 2024? Omdat het onderzoek ook tot 2024 loopt en we het fijn vinden om met elkaar te blijven optrekken durende die hele periode. En het voor Adriana ook de mogelijkheid te bieden om met het leernetwerk in gesprek te gaan over vragen die zij heeft. Ja. En ik vind het ook, het is onze aanname dat uit het onderzoek komt de data omhoog, dat weer de behoeftes aanwakkert en dat we dan op die manier ook de workshops vorm blijven geven. Ja, oké. Dankjewel. En dan heb ik nog als laatste een paar dingen. Ik zal vertellen dat op Basecamp een opname komt van deze en ook de sheets geplaatst worden van dit leernetwerk, zoals gewoonlijk. Dat vroeg Ellen Stekelenburg mij nog. Op 10 december is er een webinar tussen 9 en 10. Een webinar over mijn positieve gezondheid 2.0, zoals ze het noemen. Dus dan is daar meer achtergrondinformatie en presentatie van over het vernieuwde instrument van mijn positieve, van IPH, mijn positieve gezondheid. Dat zal ik ook nog op Basecamp plaatsen. Volgens mij kunnen we naar een afronding. Ja, heb ik eigenlijk al gedaan. Ik zie niet veel vragen. Dank voor deze interessante meeting. Ik moet helaas vertrekken. Ja, we gaan het afronden. Dank voor jullie aanwezigheid en heel graag tot een andere keer.